100 kilo dynamiet werd er de afgelopen dagen door de aannemer in het voormalig kantoorgebouw aan de Bosdijk gestopt. En vandaag was het D-Day. Voor de veiligheid moesten enkele tientallen bewoners in de nabijgelegen Pieter Zeemanstraat tijdelijk hun huis uit. Daar is niemand thuis hoor. Nee. Ja, logisch is het spannend, maar we hopen gewoon dat alles goed afloopt. Ik heb bij de roosters in het huis, zeg maar, daar heb ik wat voorgezet. Ik bedoel, het is een overbuur die dus nu vertrekt. Letterlijk en figuurlijk met alles erop en eraan. En dat maak je eigenlijk nooit meer mee, zoiets. Rond het middaguur stroomde de Bosdijk en Vredeoord vol met duizenden toeschouwers. De ijskoman deed goede zaken. Er zijn heel veel ijsjes vandaag, denk ik. Ja, maar moet iedereen bellen, iedereen komen. Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om te zien. Als echt geboren Eindhovenaar vind ik het wel spannend, toch wel, ja. Ik heb vele malen daar zitten vergaderen, daar boven in de top. Maar ik vrees dadelijk dat dit gewoon wolkenkrabbers, nieuwe huizen worden, flats. En alleen de ouderen ons zullen het nog weten. En verder uit de boekjes. Om exact 1 uur was het spektakel een feit. Een enorme ontploffing die tot in de verre omtrek was te horen en voelen, maakte een einde aan het gebouw waar in vroeger tijden ook meneer Frits nog zijn kantoor had. Maar de implosie verloopt niet volgens het draaiboek. Als een toren van Pisa blijft de liftschacht staan. Voor de geëvacueerde buurtbewoners was het vanmiddag onduidelijk wat er verder zou gebeuren. Ja, ik maak me zeker zorgen. Wat nu blijkt is dat er bekeken moet worden hoe dat deze toren nou verder omlaag gehaald moet worden. Op een veilige manier. En wat dat voor de bewoners betekent, dat is nog onduidelijk. Even na vieren kwam het verlossende woord. Het resterende gebouw wordt de komende dagen met een sloperskogel gesloopt. Hetgeen betekent dat op basis van veiligheidsoverwegingen, wat gebeurt er met dat gebouw, mij geadviseerd wordt om het gebied en de woningen verder vrij te geven. Ik heb ook wel eens gezegd vanmiddag van dit is ook wel het symbool van Philips. Eigenlijk had Philips hier nooit weggemoeten met een hoofdkantoor. En dit is de geest van Frits Philips die gewoon, en ik wil nog wel laten weten dat het eigenlijk hier had horen staan. Buurtbewoners die er toch niet gerust op zijn, krijgen de mogelijkheid om tijdelijk in een hotel te slapen.